Ze hebben het wel eens over uit je dak platen. Nou, dit is er één, hè? Dit was er zeker één. Geweldig. Een groot feest, deze plaat. Zeker weten. Hoe motiveer je mensen in een bedrijf, Niek? Nou, dat sluit wel aan op het feesten. Als het werk een feestje voor je is, dan hoef je mensen niet meer te motiveren. Ik zeg altijd tegen mijn mensen, en ik heb in het verleden vrij grote projecten gedraaid met mensen van 200 man in dienst. Op het ogenblik heb ik een veel kleiner bedrijfje. Mm-hmm. Dat bedrijfje heeft nu 6 mensen in dienst. Maar die zijn wel allemaal, zeg maar, mijn medewerkers, zal ik het zo maar zeggen. Ja. Wat ik altijd tegen hun zeg, ik zeg van, als je je verantwoordelijkheid niet neemt, dan verdien je hem ook niet. Dus ik stimuleer mensen vooral om zelf hun eigen weg te zoeken binnen het bedrijf. Maar ook binnen het vak wat ze binnen het bedrijf uitvoeren. Een van mijn mensen die is ontzettend goed in coachen en adviseren in 1-op-1. Zo'n persoon zal ik niet moeten vragen om grotere groepen te begeleiden. Ja. Want ja, daar voelt hij zich wat minder toegerust. He, dus je moet ook, we hadden het in het vorige item hadden we het over talenten. Nou, dat geldt natuurlijk niet alleen voor een ondernemer, dat hij zijn talenten moet erkennen en herkennen. Maar ook als ondernemer, als werkgever, moet je er ook voor zorgen dat je precies weet waar de passie van jouw mensen zit. Ja. En waar hun geloof in hun eigen talent zit. Helemaal mee eens. En als zij geloven dat zij tot hun recht kunnen komen, dan nemen ze die verantwoordelijkheid ook zelf wel. En dan gaan ze wel op zoek naar die klanten, die omgevingen, waar zij het beste tot hun recht komen. Ik heb ooit een grote fout gemaakt. Een van mijn collega's heb ik gevraagd om andere dingen te doen omdat de markt erom vroeg. Dingen waar zij niet goed in was. En daar werd ze bijzonder ongelukkig van. En dat betekent dat als zij ongelukkig is, dan wordt de klant ook ongelukkig. Ja, duidelijk. Nou, en in no time moet je dan je verlies nemen. En daar motiveer je mensen niet mee. Wat wel heel belangrijk is dat je mensen wel kaders geeft. Ik heb een onderneming. Dat betekent dat er ook financiële targets bij zitten. Ja. Als mensen aan het begin van het jaar niet weten wat de financiële targets zijn, dan hebben ze ook geen kader. En kunnen ze ook zich niet richten om hun talenten in te zetten om ook hun financiële targets te halen. En je moet ervoor zorgen dat die financiële targets voor hen ook acceptabel zijn. Dat ze ook het geloof hebben dat zij, wat zij aan hun klant vragen, dat ze dat ook waard zijn. Ja. Nou, dat kunnen ze alleen maar doen vanuit een stukje zelfbewustzijn. En dat stukje zelfbewustzijn, nou, daar moet je het dan met hun over hebben. Van waar krijg jij het meeste zelfvertrouwen van? En niet alleen wat vind je leuk, hè? Want dingen hoeven niet altijd leuk te zijn. Maar mensen moeten wel het gevoel hebben dat ze met iets zinvols bezig zijn. En iets wat aansluit bij wat ook zij belangrijk vinden. Zeker. En dat betekent niet dat je iedereen maar mag doen wat hem voor de kop komt. Maar als je mensen in staat stelt om zelf die verantwoordelijkheid te nemen. Mm-hmm. En ze snappen ook waar je met z'n allen als bedrijf heen wil. Nou, dan gaan ze wel rennen. Prachtig voorbeeld. Ik kom net terug uit Indonesië. De eerste week was ik er zelf niet bij. En ik kom terug en mijn medewerkers hadden hun eigen acquisitieplan helemaal klaar. Kijk. Hoefde ik helemaal niet. Ik heb het niet gevraagd. Ik heb het niet verordeneerd. Schip. Maar zij zagen dat het nodig was. Prima. Dus dat ging prima. Nou, goed gedaan. Ja, dankjewel. Ja, voor je medewerkers vooral natuurlijk. Ja, precies. We gaan luisteren naar Joe Jackson met The Harder They Come.